Weet je, I'm immest. I'm immest heb ik geschreven vanuit het gevoel dat ik de laatste tijd wel wat mee worstelde. Was toen ik vroeger interviews las, of het is iets wat je nog altijd tegenkomt met mensen die een carrière gehad hebben, eender wat. En die terugkijken op een carrière, lees je heel vaak van, ja, en is er dan iets waar je spijt van hebt of iets dat je anders zou doen? Dan lees je heel vaak, ja, ik had mijn kinderen ik had er meer willen zijn, ik heb mijn kinderen niet zien opgroeien of... En ik heb mezelf, van het moment dat we aan kinderen begonnen, heb ik gezworen van, ik wil dat niet kunnen zeggen. Je weet het nu, op voorhand, dat dat de valkuil is, dus zorg dat je daar niet in loopt. Ik probeer om er zoveel mogelijk te zijn en als ik er ben, er dan echt te zijn en niet heel de tijd op je telefoon nog te zitten of op je computer. Soms gaat dat over kleine momenten, maar al is dat je s'avonds nog even samen kunt eten en de kinderen in bed kunt steken. Dat is vaak een moment dat ze nog plots van alles beginnen ventileren over wat ze gedacht hebben die een dag of wat er gebeurd is op school. En, ja, dat zijn van die momenten om te koesteren, maar die zijn er naar mijn gevoel, die zouden er meer mogen zijn. En ik zou gerust, denk ik, kunnen de volgende 5 jaar gewoon huisvader zijn en thuis blijven met de kinderen. Ik zou er van kunnen genieten om gewoon eten te maken en in de tuin te werken en de kinderen gaan afhalen aan school. En ik denk dat ik daar wel mijn pap mee zou kunnen koelen. Maar aan de andere kant was mijn vader die ook zei van ja, je hebt ook een talent gekregen of zo en het zou ook zonde zijn om daar niets mee te doen. Er was van de week een vrouw die mij aansprak en zei van oh, dat is nu toevallig dat ik u zie, maar mijn man is 4 weken geleden overleden en we hebben dat nummer van u op de begrafenis gespeeld. En, dan denk je van ja, dat is ook wel iets dat je doet voor mensen en dat is ook waardevol. En, dus ik denk dat ik gewoon die twee moet zo goed mogelijk proberen te combineren en dat het dan wel oké is. Ik wil met u fietsen, lopen, lezen of verbund toekijken hoe dat groeit.